Dames en heren, jongens en meisjes, vandaag spelen we duur tegen goedkoop, maar dan in Parijs. Daar zijn we nu nog niet, dus daar gaan we zo meteen heen. We hebben hier 6 setjes van enveloppen, bijvoorbeeld reis. En dan kiest een team telkens eentje van. Dus stel jij kiest, nou jij kiest de bovenste, dan hebben jullie de onderste. Moeten we niet eerst een team kiezen? Oh, ik ben team met Mila. Hey, wij hebben altijd geluk als het op dure dingen aankomt. Dit is een luxe reis, wij gaan met de privéjet. In een van die enveloppen zit dus duur en die andere goedkoop. Het kan dus zijn dat je dan heel scary heen gaat, maar daarna zo luxe overnacht. Lijkt me beter als ik die andere Nee, opvliegen. Jawel, ik wil niet. Nee, maar dat is het duur. Nou, zeg het de laatste. Boom. Al deze enveloppen maken wij gewoon along the way open. Ja, ja. Behalve deze, de reis, dat is nu. Dat zal eentje wel de Thalys zijn. Maar wat is dan de dure optie? 3, 2, 1. Met je luie reet in een stoel, beentjes gestrekt en 2,5 uur relaxen. In de eerste klas met Thalys. Vergeet er niet van te genieten. Hey, maatje. Geld, bakken met geld. Sorry. Jullie gaan zelf rijden met een auto die we nog net hebben kunnen redden van de sloop. We hopen dat jullie überhaupt aankomen in Parijs. Tot zover deze aflevering. Je zal zien dat dit het enige is wat wij duur hebben. Dat is dus, je dag is nog niet verpest, alleen je komende reis van 5 uur is wel heel kut. Ik denk oprecht niet dat we Parijs gaan redden. Maar boeit mij niet. We moeten wel even opschieten, want we zijn pas over 2,5 uur Parijs natuurlijk. Dus we moeten even opschieten, even tempo maken een keer. Ik denk dat de kans best aanwezig is dat we niet te genaaid worden. Ik denk dat we echt heel erg genaaid worden. Ja, maar je moet naar Parijs rijden, hè? Of wil ik daar echt zo'n crackding hebben, dan kom je er gewoon niet. Ja, als je hier kijkt, Koen, dan zie je daar links best wel gewoon redelijke auto's staan. Maar als je hier een stap naar links zet, dan zie je of die oranje Audi. Ja, ik denk dat jij hem al filmt nu. Dus er zit een suction cup in. Wat is een suction cup? Ja, dat is waar een GoPro op moet. Het is hem. Oh nee. Ja, oh, dit is nee. Hem. Dit vind ik zo kut. Hij is wel van Apple, gelukkig. Ja, hij is een Apple. Oké, okay, rol voor wie je gaat rijden. Ja. Steen, papier. Oké, het was dus zo dat je één sleutel had voor de deur, want de ander doet het niet meer de deur. Je hebt één sleutel voor het contact, want de andere sleutel doet het. Ik denk dus echt dat dit ding het niet gaat redden tot Parijs. Ik denk ook dat de kans 70% is dat we het niet halen. Maar jij wil dat hij niet meer doet straks. Ik probeer, ik kan niet koppelen. Weet je wat ik kut vind? Dat zij zich in die Thalys zitten. Dat wij dus een keer kut houden zitten. Nou ja, daar zit ik op zich nog steeds best wel lekker, want jij rijdt op dit moment. Oh, ik ben echt allergisch voor goedkope dingen. Nou, daar zitten we dan. Dit is wel lekker, hè? Peter, jij trouwens Peter bij de Starbucks. Ik heet sowieso Peter. Dan zeg je dat je Peter heet naast me, dan moet ik gewoon heel hard lachen. En wat zou ze dan denken? Dat ziet er helemaal niet uit als een Peter. Je hebt helemaal geen bril. Dat vind ik tof dat je dat zegt. Dit ding gaat gewoon 2 keer zo snel als die nou, dit gaat 2 keer zo snel als een auto. En misschien wel 5 keer zo snel als de Fiat. Die XG dat hij het haalt is niet zo hoog. Dit is hoe het placenta eruit ziet als het de hele nacht gedroogd heeft. Wat is dit dan? Het is een tompoes met zalm. Het is echt altijd beter dan wat wij hebben. Nou, dat had ik niet verwacht. En hoe is de eerste beleving? Ja, best lekker. Misschien kunnen ze bewaren en erop sturen. Hij zit trouwens weer niet bij voor de mensen. Oh ja, leg dat even uit. Ja, ik had ook niet verwacht dat hij zo lang uit zou houden. Ja, hij is inmiddels 25 kilo kwijt. Dan werd hij dan maar 107. Echt lekker. Mensen, de sfeer is echt heel dood in deze coupé. Maar wij maken er altijd een feestje van. Polonaise, Hollandaise. Weet je wat ik echt haat? Milo die is luxe heeft. Kijk, van Matt maakt het niet uit. Matt is nog wel schattig, weet je. En dat is leuk, weet je. Gaat hij lekker met de eerste klas naar de Thalys. Die wil je gewoon goed zien. Maar Milo, dat kan ik gewoon niet hebben. Nou, we hebben een broodje gehaald. Ik ga rijden. Ja, ik mag eerst even een broodje eten, toch? Dan zet ik even mijn koffie in de bekerhouder. Oh, wacht. In deze tijd hadden ze nog geen bekerhouders. Oh. Ja, joh, wat een hoop. Wat een klein gaspedaal, man. Wat Jezus. Ik heb echt geen grote voet, hoor. Maar dat gaspedaal is heel klein. Nog 4 uur en 48 minuten. Hé, Roel. Kijk, ik ga nu even stoppen, want het regent en we hebben geen ruitenwissers. Oh. Dit is ook niet goed, hoor. Het ruikt niet echt lekker, vind ik. Ja, maar dat kan ook gewoon België zijn. Nee. Het ruikt niet goed, Roel. Dit is de geur van de auto die het op gaat geven. Ik vind dat we doen straks de... Dit is oprecht wat wij zien nu. Ja, dit is echt niet, goed, maar je kan nergens stoppen. Jezus. Oh ja, ik ga nu ook tegen roken, ja. Jezus, aan. Ik ga mijn raam open doen. Mensen, wat wij hier doen is echt helemaal niet verantwoord. Doe dit thuis niet na. Oh, rijd nu echt gewoon naar toast. Ja. Nu ruikt het echt doorgebrand. Echt zwart brood. En we hebben de ramen open en het ruikt zo verbrand. Ik wil niet eens weten hoe het ruikt als je de ramen dicht hebt. Het is zo kut. En nu? Motorkap open. Geen rook, maar ruikt niet goed, zeg. Ik kan wel doen alsof ik er verstand van heb door ernaar te kijken, maar... Ja, ga even heel veel in het zitten kijken, Roel. Ik ben Miel Monteur. Wil jij me helpen om auto's te bouwen? Ah.
opgelost. Opgelost, hebben we niks gedaan. Maar we ruiken dus verbrande ruitenwisselvloeistof. Dat denk ik, ja. Ik denk dat, ja. Op een gegeven moment is die ruitenwisselvloeistof op. Ja, maar op een gegeven moment zijn ook wij zo ongelooflijk knetterhaai. Kan je haai worden van ruitenwisselvloeistof? Dat gaan we testen. Woe, een four-pack monster! Ik heb nog nooit in mijn leven een frikandelbroodje op. Ik dacht, voor mij is dit het moment. Helemaal vet aan de onderkant. Ik heb ook helemaal geen zin. Zou ik ze wegtief? Nou, tot zover de frikandelbroodjes. Nou, tot de volgende video. Joehoe! Ik heb nog nooit in mijn leven dit gedronken. Dit is alsof je een raketje laat smelten, dat opdrinken. Ik doe nog even snel plas. Jezus, man. Man. En daarmee krijgen de bankzitters het weer voor elkaar om een voorheen perfect werkend voertuig te slopen. En gaan er deze maand namelijk... Oh mijn god. ...nog een aantal sneuvelen. En dit is allemaal te zien in onze Prime Original serie van A naar Onbekend, waarvan de eerste aflevering vandaag is uitgekomen. En in deze eerste aflevering hebben we een reis gemaakt naar Kenia en hij is vanaf nu te bekijken op Prime Video. Dus niet het YouTube-kanaal, maar gewoon het echte platform. Vanaf nu elke week een nieuwe aflevering. Terwijl wij hier heerlijk zitten, krijgen wij appjes binnen van het andere team. Het begint met een foto. De ruitenwissers zijn geblokkeerd. Nu een paar minuten later komt er een bericht. De ruitenwissers zijn stuk en er is rook in de auto. We hoeven nog maar 4 uur, maar we gaan het niet redden. Het gevoel dat zij zo aan het stressen zijn is zo kut voor hun, jongen. En wij zitten hier gewoon heerlijk te relaxen. Nog 1,5 uur zijn we er gewoon. Ik hoop wel dat ze het halen, maar echt met zo gierende stress, jongen, dat je helemaal strak staat. Je kan ermee naar Parijs en Mattie is er verliefd op. Thalys Sarah. Hoe zou het bij Koen en Roel gaan? I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Laat me niet alleen varen, niet alleen varen. Laat me niet alleen varen, niet alleen varen. Laat me niet alleen varen. En dan zitten we hier in het oude standhuis. Wat je vertelt had een nuchtere man. Ik ben niet meer van jou, je bent niet meer van mij. Je houdt je nu wel groot, maar ga kapot van de pijn. Dat doet het niet op. Hier is wat wij nu zien. Dit is zo ongelooflijk gevaarlijk ook. Ja, op camera is het dus best wel te doen. Dan zie je best wel de dingen. Alleen je ziet het wel een beetje in de verte alleen. Mensen, we zijn er. Wat een moment, hè. Toch heb ik het gevoel dat 2,5 tot 3 uur zo lekker zit in Italië. Wat inderdaad echt wel een stukje luxer is dan zonder ruitenwissers in de stromende regen. Probeer de rook van je af te slaan. Dan kunnen we nu nog even gaan wachten. Even relaxen, want we kunnen even wachten tot zij er zijn. En dan doen we wel even als ze al komen. Mensen, het prachtige Paris Noord, Gare du Nord. City of love, let's make some love together. Jij bent hier al heel vaak geweest, toch? Ja, ik vind het wel leuk. Hier kun je gewoon elk jaar een keer heen. Dat vind ik zo triest. Daag jezelf een keer uit naar iets nieuws. Ga ze wereld ontdekken, man. De wereld is toch groter dan de plekken die je kent. Maar dit is toch, je hebt dus Italië. Daar kun je toch heel snel heen. Italië. Godsamme, mis ik het gewoon. We zitten in Frankrijk. Ah oui oui, la France, s'il vous plaît. Arrête, le pleu. Rijdt je ouders nou ook zo raar, mensen, zoals Ron nu zit? Nog 1 uur 15, maar Koen. Ja, het is ongelooflijk maar waar. Het klaart helemaal op. We kunnen gewoon weer kijken. We kunnen zien. Yeah! Yes! Yes! Nee, maar Roel, we moeten een uurtje 13, 85 kilometers. Dus ik stel voor dat ik nog even snel weer afrijd, dat jij het weer overneemt. Ga je mee naar Frankrijk? Frankrijk is zo leuk. Daar wordt van 's avonds tot 's ochtends vroeg genoeg. Konden over alles, praat alles, maar alles ging over de... Ik heb niet het idee dat wij het Songfestival gewinnen, jullie wel? We zijn erbij, ja, we zijn erbij. Welkom bij de vlog van je moeder. Ik merk echt dat jij één bent geworden met deze auto. Luister, wij kwamen aan bij die auto. Ik dacht, ik ga echt een kutdag tegemoet. I love this car. Ja, we zijn even vergeten dat we 3 uur lang niks hebben kunnen zien op de weg. Ja, oké, dat is waar. Ja, oké. We zijn er, man. Laat je likken. Ik wil jou een dik vette Hutch 5 geven. Man. Hutch 5. Tijd voor de volgende envelop. We mogen nu onze lunchkaart openen. Na deze helse rit hebben wij echt een luxe lunch verdiend. Ja, ik heb er weinig vertrouwen in, maar dat komt omdat wij gewoon net de hele tijd genaaid zijn. Nou, open dat ding. Okay. Kom op. Daar zijn we dan. Wat prachtig, wat prachtig. Ze hebben hier dus mensen heel ziek. Ze hebben dus helemaal van glas een Dorito nagemaakt. 3D Dorito. Ja. Mensen, het heilige moment. Het heilige moment van vandaag. De lunch. Wil jij hem openmaken? Zal ik jou eens even bewust maken als ik...
Ik zie aan jou, je hebt iets in je ogen, want dit zou wel eens een goedkoper kunnen worden. Ik heb een beetje zenuwachtig. Die mensen die zo heel boos op het aflopen met een taakstraf. Dat boeit natuurlijk ook gewoon helemaal geen reet wat wij hier staan te doen. Ja. Lunch at the Louvre. Dit is helemaal niet erg als je het goedkoop hebt, toch? Nee, denk dat ik. Zou niet heel erg zijn, maar toch hoop ik dat hij duur is. Dames en heren, de lunch. 3, 2, 1. Ja! Oh, weer die opgegeven. Back to back, baby. Dit is weer niet normaal. Godverdomme. Wat een tyfus. Jezus. Frankrijk staat natuurlijk bekend om haar authentieke boulangeries en magnifieke patisserie. Hier hebben jullie 5 euro om bij de supermarkt om de hoek lunch te halen. Ja, nou echt. Dit wordt echt kut, eigenlijk, man. En we zijn ook genaaid. Het is allemaal Rick. Weet je wat kut is? Die enveloppen zijn van tevoren bepaald. Het is ook niet zo dat je nu denkt, oké, we hebben 2 keer slecht, dan is de kans dat we de volgende keer goed krijgen is groter. Dat maakt niet uit. Je begint gewoon opnieuw. Klote. De bekendste, vaak gekozen tot beste, maar daardoor ook duurste macaron van Parijs vind je bij La Buree. Macaron! Een macaron kost hier al gauw meer dan 3 euro, maar ook voor een minuscuul taartje ben je al snel een tientje kwijt. Er is een uur gereserveerd bij mijn Maison La Buree. En jullie mogen hierin zoveel eten als je kunt. Ah joh! Ja, maatje, maak je tent niet. Sjoei! Dat gaat niet worden. Dat zijn dus hele kleine, die nemen we wel. We kunnen er wel 2. Hoeveel hebben we nog over? 3,40 of 1,60. We kunnen wel 2 kazantjes halen, zullen we? Proost op het leven, grap! Dat is een prima eentje. Voor 1,70 euro. Ja. Kijk, dit soort slechte dingen, die zijn prima. Want dit is gewoon lekker eten, lekker wijntje erbij. En je bent binnen een kwartiertje ben je klaar. Lekker. En de overnachting gaat echt een hel worden als dat ook goedkoop wordt. We hebben nu 2 keer goedkoop gehad. Hoe groot is nou de kans dat we straks met de activiteit weer gaan kopen? Die kans is eigenlijk 0. De kans dat gebeurt is 12,5%. Ik heb helemaal geen slechte lunch gehad, hoor. Ik vond het prima. Maar nu is het tijd voor sightseeing. Ja, we hebben hier de envelop. Ik heb jeuk aan mijn ballen. Ja, maar hoe kan dit, man? En die Milo is 3 keer duur. Er gaat niks boven sightseeing in een van de mooiste steden ter wereld. Dus jullie gaan vandaag de stad ontdekken met een city hop-off bus. Zijn we 3 keer achter elkaar duur en wij hebben helemaal niks. Weet je dus dat ik in bijna elke stad waar ik kom wel zo'n hop-off bus doe? Dat had u echt niet verwacht. Ongelooflijk, het is een schande. Het is een absolute schande. Mensen, we zijn er. We zijn er. Nou, ik het ziet er echt leuk uit. Ja, het ziet er leuk uit. Maar als dit de soort deluxe dure lunch is, dan heb ik best wel hoge verwachtingen. Al die macaronnetjes hierachter. Zo, dit is wel vet. Dit is wat de andere kant wel weer iets keren, maar dat geeft niet. Hier macaronnetjes. Zullen we naar binnen gaan? Ja, we gaan het is binnen, echt typisch Frans. Terwijl Mat zijn eten al heeft. 12 macarons voor 34 euro. Je had ook 12 macarons als lunch. Ja, zijn die macarons, jongen. Dit is echt een echte heerlijke kleurenpalet, jongen. Ondertussen komt die vriendelijke beetje service, hè? Die komt naar mij toe en zegt, jij lijkt op iemand. Op Prince William. Ik denk, dat is een Adonis. Dus ik zoek hem op en ik zie dit. Je lijkt hem echt op. Als jij toch in een restaurant bent, dan komt er een hele gerespecteerde gast komt binnen en jij zegt, hey, jij lijkt echt op Prince William. Dat is toch niet aardig? Nadat je besteld hebt, hè? Dat is toch niet aardig? Weet je wat ik heb besteld? Ja, die fles champagne voor 80 euro. Jij meer een hapje, ja. Hij is zacht, hè? Smaakvol. Het is lekker. Een krokantje. Maat een snack van Aten. Vandaag een macaron review. Inmiddels is de fles gearriveerd. Oh, daar ging hij al bijna. Santé op de liefde. En op heel veel dure dingen. Het zou best wel eens de laatste kunnen zijn, dus laten we er gewoon van genieten. Ja, dat is het. Wat heb jij een flap? Kijk, ei, dit is echt een heel mooi ei. Zo hoort hij te zijn, mensen. Dit is echt een tortilla-rep. Hij kostte wel 22 euro, maar dat is voor een ei. Champagne moet ik altijd boeren laten. Ik heb het niet goed gehuisd. Het liedje al meer een veel te harde boer toen die camera eruit was. En dan gewoon die hele rol boter in, Mick. Ik word zo moe van die vent nu al, joh. Rondje 2, bijbesteld. Gozer, ja, wat een toef ijs. Jij doet ook nooit gezond, hè? Kijk, tenminste gezond. We wilden eigenlijk nog caviar bestellen. Dat was dus op. Hoe kan dat nou op zijn? Dit bakje fruit, wat bij de Albert Heijn voor 2,50 is, een plastic bakje zit, kost er 11 euro. Het smaakt zo extra lekker, omdat je weet dat zij ergens aan het strijden zijn. Gewoon met echt een baksteen aan het vreten zijn. Als ik hier een hap van neem, is net alsof ik gewoon een slok van die pure Carvel 7 tampjes erop neem. Dit is echt meer en meer zoet. Zeker. Ik zal wel wat gaan wassen in de bons, hoor. Hij schaamt er echt nergens voor, jongen. Moet je even bedenken. Zij eet echt stom. Milo, niet meteen kijken, maar de enige gozer in de wereld die deze jas ook heeft, staat daar. Ah joh! Dit is gewoon dezelfde jas. Dat durf ik echt niet, gast. Ja. In Parijs ga ik er niet vechten. Dat durf ik echt niet. Ik loop gewoon de gebouw en zeg, hey, nice jacket, nice jacket. Ik loop gewoon langs. Je hebt staal, je hebt dik staal. Ja, want die vindt hij mooi. En nu gaan we even door met de volgende envelop. Volgende envelop, is het de activiteit of zo? Sightseeing! Deze doe ik voor jou. Wat kan er nou erg zijn aan skeren sightseeing? Ik wil hier, als we hier skeren hebben, zou ik het prima vinden. Jij denkt dus dat op het moment dat we nu hier skeer hebben, dat dan de kans bij je. Tuurlijk, zo werkt overnachting groter. Het is elke keer 50-50. Je kunt niet alles hebben. Pak maar aan. Niet meteen kijken, maar.
Jezus. Ja, ik ga het niet meer doen, dat doe jij wel. Wat een onwijs harde boer lijkt jij, zeg. Jij bent echt een beetje zo'n coverboy die ooit in zijn top was, nu is afgevallen en nu helemaal aan de crack zit. Oké, maar deze kunnen we de skeer optie kunnen we hebben, hè? In 3, 2, 1, 2. Nee, joh! Dit is echt normaal. Er is maar één manier om binnen 20 minuten een perfect uitzicht te hebben op de Eiffeltoren, de Sacré-Cœur, de bruggen van de Seine en de tuinen van Versailles. En dat is natuurlijk vanuit het helikoptertoertje. Oh mijn god, een helikoptertoertje. Ik ben trouwens vooral benieuwd wat er dan kut sightseeing is. Moet je dan met de metro? Nou, gaan we naar de helikopter, neem ik aan. Dit is zoveel leuk omdat je weet dat ze het zo kut vinden. Wil je een oortje in doen? Ja, tuurlijk. Waarom? Het is een informatieve tour. Nee, schrik erop. Geef me een pils. Hoezo zouden wij pils hebben op de tourbus? Ja, echt gelijk. Dat hebben we helemaal niet. De Tour de France. Die glijdt er heerlijk in. Op naar de Eiffeltoren. Hommelen gaat alles goed met jullie. Wat zie jij eruit, zeg? Huh? Ah, nee. No. Oh, no. Kut, mijn jas is te dun. Niet binnen zakken. Hey, hey. Ja, maar even lekker het Eiffeltoren bekijken. C'est un beau moment. Nou, wat vonden we van de tour? Ik vond het een Moving like the speed of sound. Hallo, hier ben je 100. Mag ik jou een fit check geven? Ja hoor. Het ziet er gewoon niet uit. Ja, ik denk dat je niet fit bent. Onzin. Hey, we moesten hier zijn, want daar zou het andere team niet zonder. Ja, dit is een meeting point. Wij gaan hier naartoe. We moeten wel even beseffen dat wij drie keer fucking hard genaaid zijn. Maar wij kunnen nu twee dingen doen ook. We kunnen doen alsof we het echt heel kut vonden, of we kunnen een beetje, wat ook zo was, het was echt heel kut. Ja. Of we kunnen gewoon doen van, nee, leuke dag gehad. Ik weet niet wat zij gedaan hebben. Ja, ze hebben in ieder geval eerste klas Tari een beetje dossiers kunnen afwerken. Dat is zo lekker, joh. Ik had zo graag dossiers willen afwerken. Potlaventer. Ik weet niet waar jij het over hebt. Oh, mooie vrouw. Zeg je wel eens over mannen dat ze mooi zijn? Nee, natuurlijk ben ik. Oh, nou, ik heb dat wel eens. Dan denk ik echt van, ja, ze zijn mooie man. Joehoe! Au! Ik wil die vogel raar. Je vogel? Zijn mensen jou herkennen of niet? Wat? Oh my god, Jake Paul! Oh my god! Oh my god! Wat ben jij een ongelofelijke teaser schrijven. Ik wil nooit met jou een team. Fijnje. Ik heb een toffe dag met jou. Ik dacht dat ze elke keer moskieën tussen duur en goedkoop. Maar blijkbaar zijn wij gewoon team goedkoop. POV, je bent Rolls vader. Huh? Sorry mensen voor deze hele vieze grap en dat je hierover na moet denken. Helikopter, helikopter. Mensen, dit is dus een helikopter. Wat doen we dan heel snel misgelukt? Dus de kontzakjes zijn alvast gepakt. Praat Nederlands met me. Ik ben Nederlands met me. Mijn gevoel zet mij naar wij vanavond samen kijken naar de Champs-Élysées en naar de Notre-Dame en naar de Seine. En daarna samen op La Tour Eiffel. Ik vind het echt leuk dat we er zijn, Milo. En het is ons tot nog toe nog niet slecht gezinde geluk, hè? Dat was echt heerlijk. Jongens, wij zijn homo samen. Joehoe. 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 Nu is hij weg. Ja. Dit is echt een heel lelijk shot. Gaat hij zitten? Ja, we gaan even een karikatuur maken. He looks like Prince William. Ik ben benieuwd wat hij met mijn haar gaat doen. Aangezien het een karikatuur is, maak ik me nogal zorgen. Ik moet zeggen. Is er niks? Ik weet niet of hij in het Nederlands verstaat, maar dit is echt een koude, slechte. 3 days later. Ja! Ja, mooi hoor. Ja, hij is wel goed hoor. Nou hem. Ik denk dat hij mij echt helemaal gaat verdieven. Echt zo'n hele lelijke grote tanden. Ik hoop dat hij die puisten meeneemt. Ja, ik hoop het ook, ja. Je lacht niet. Ja, dit is mooi. Dit is schattig. Ja, dit is leuk. Dit is leuk. Zo kut. Die tanden. Ik probeer te lachen zo, maar het is echt heel... Het is gewoon een creepy. Grayface. Iedereen kijkt je wel aan van haha, hij is erin getrapt. Ik denk als Kees van de Spekkie komt, dan flipt hij alle stoelen. Doe het eigenlijk horen, nog niet. Ja, echt mooi, echt mooi. Die wenkbrauwen zijn fucking groot. Thank you. Dat was echt de best besteedde €49, want ik had maar €49 cash. Ja, het is echt leuk. Ik heb trouwens iets voor jou. Kijk,
Ik heb even petjes gehad. Je hebt weer, hoeveel kostte dit? 12 euro. Gozer, deze pet, die volledig neppe PSG-pet, heb gewoon verkeerde naad gestitcht. Ah joh, ik heb deze voor jou gehad. Die vind ik wel mooi, die vind ik wel mooi. Zo arm als rijdpet. Ik heb een stress om mijn bitch. Kan ik hem goed hebben? Ja. Nou goed, we lopen er weer goed bij. Die zou niet zeggen dat wij het dure team zijn als je ons zo ziet lopen, want voorlopig... We weten toch niet of we het dure team zijn, tot nu toe. Nee, je weet hoe het gaat. Je hebt dan een paar keer heb je duur en dan bij je overnachting heb je skeer en dan valt alles in duigen. Oh, alles is gewoon niks meer waard. Dit is Eiffeltoren. Kan je daar wat over vertellen? De Eiffeltoren is... Ja, boeit helemaal niemand. We staan hier bij de Eiffeltoren en we gaan hier de twee grootste bloedzuigers van heel Ik weet niet wat het nut is van deze ontmoeting. En als je nou drie keer het duur hebt gehad, dan is het leuk. Wat we gaan doen, we gaan niet in ons slof schieten. En we gaan niet zo van zeggen van we hebben zo kut gehad. We gaan gewoon doen alsof het heel leuk was. Want Milo gaat ons zeker uitdagen, 100%, die gaat hij doen. Van ja, gewoon zwaaien, gewoon een beetje. En zeggen we hebben het gewoon leuk gehad en niet uit ons slof schieten. Ja. Dus vooral niet laten merken dat wij alleen maar pech hebben gehad. Niet laten merken dat wat ze zeggen me raakt. Ja, nou precies. Ze zitten alweer te lachen. Ik zie ze alweer kijken. Die walgelijke Milo met die zonnebril. Niet provoceren. Nee, niet provoceren. Het is nou eenmaal het spel. Kijk, daar zijn ze. Eindelijk zijn ze. Die zitten er zo doorheen. Ik ben benieuwd, hoe zag je rennen zaken? Die auto is kut. Maar dat is wel al inmiddels al lang geleden. Ja, je weet niet wat ze net hebben gedaan. Ze hebben net echt iets kuts gedaan. Ze zien er wel een beetje te neergeslagen uit ofzo. Hey, jongens. Je ziet er vrij veel kant uit. Je moet je bek houden, tyfuslaaier. Jij bent gerikt. Kom hier met die kaarten. Ik ben stoned geworden. Ik ben dronken geworden. Ik ben moe geweest. Ik ben wakker geworden. Ja, grote klinkt als die Fiat. Dat is niet normaal. Wij hebben een mooie hop-on, hop-off bus gedaan. Oh, vet. Ja, heel vet was dat. Daarvoor Serious? Hadden we 5 euro voor lunch. Oké. Okay. Samen. Dat is ongeveer wat hij moest betalen om ham bij zijn omelet te doen. En daarvoor hebben wij 6 uur gereden in de auto waarvan de ruiten wisten naar de opgave. Nou ja, onze talies was wat chill moet ik zeggen. Ja. Heel maar vooral snel. Maar ik moet zeggen dat vooral die tuk-tuk vergeleken met onze helikoptervlucht over de stad heen, dat is wel een groot verschil. Ah, hoor je weg. Nee. Dit meen je niet. Het is tijd denk ik voor de accommodatie. Ja, dit is het. Luister, ik zweer het je, als wij de skeer accommodatie hebben, dan word ik echt griep. Ja. Dit vind ik nou echt spannend. Ik heb tegen jou gezegd, als dit het niet wordt, ik word helemaal loco de poco. Als het wel wordt, is mijn dag geslaagd. In 3, 2, 1. Griep. Ja! 6%! C'est un beau romance. Ik ben echt niet hoor. Dit is echt zulke teringhonger. Goedkoop. Ja, dat staat er wel op bij jou, ja. Niet meteen kijken, maar die man heeft echt een ongelofelijke bilspleet. Aan deze overnachting gaan we geen woordenvuil maken. Je moet gewoon gaan ervaren. Jij? Jullie gaan overnachten in het 5-sterren JK Plus Hotel gelegen in Hatje Parijs. Een overnachting voor 1 nacht kost hier 1100 euro. Geld, geld, bakken met geld. Eigenlijk begin ik best wel een beetje zielig te vinden. Ja. Ik wil niks met jullie te maken hebben. Maar wat lach jij nou? Wij overleggen alleen of we eens in de sauna of in het zwembad gaan. Dat overleggen we even. Maar dat hoeven jullie toch helemaal niet te horen? Wij zijn gewoon met ons eigen stuk bezig. We komen niet meer ruilen dan. Ja. Ik ga niet ruilen. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. Je hebt best wel vlek op je lens trouwens. Oh ja, dat was... Ja, laat maar zitten. Hallo, Wimper! What is love? Kijk nou staan, joh. Jongens, we zullen aan jullie denken als... Vrij veilig. Joehoe! Het leven is kut. Dit is misschien wel het allerkutste moment ooit voor mij op de bank zit gedaan. Eigenlijk valt alles in het niet op het moment dat wij in ieder geval de fijne accommodatie beseffen. Hoe kut ook is dat op een kaartje stond, dat jullie kamer is 1100 euro. Ja. Ik heb dus geen idee wat het is, maar het zou best wel eens zo'n, hoe heet zo'n secure hotel? Zo'n... Een hostel. Dat is een kamer. Een hostel? Ja, je betaalt voor een bed in een kamer. En dat doe je met een hotel ook, maar het verschil is dat er nu ook andere bedden zijn waar andere mensen voor zouden kunnen betalen. Ik wil echt niet dat er andere mensen in onze kamer... Oh, dat is een lekker middel. Nee. Ja, misschien is het wel echt zo'n jeugdhostel, hè? Dat er allemaal van die gezellige jeugd. Je bent een notoire zedendelingsfan. Wat is die Eiffeltoren klein trouwens? Echt uit mijn herinneringen zo van bedenken dat dat ding veel groter was. Maar op naar onze slaapplek. Daar gaan we dan. Ik ben helemaal nummer 8, 3, 2, 1. Hup, zakkeetje. Joehoe! Zo boeit vind ik het eigenlijk helemaal niet. Maar dit ziet er wel luxe uit, zeg. Dit is lekker. Ik moet zeggen dat ik vind het wel ziek, maar ja. Ik heb ze wel eens groter gezien. Ja, ik heb ze wel eens groter gezien. De service is hier wel echt bizar. Zo komen we uit het hotel binnen. Ze was ook zeker niet serieus, maar... Ik denk dat jij wel met dat petje ook wel best wel serieus nam. Geef me een en ik over de tip. Ik hoef daarvoor niet naar Bali, je hebt die onzin gezien. Ja. Zo, die is wel echt lekker. Zullen we meteen het zwembad induiken? Ik ben fucking hard verdiend, jongen! Bruh. Dit is zo lekker, wat een contrast. Kijk nou, dit is een oase van rust. Het is een van die daarachter zijn de massageruimtes. Voor mij gaat zij, die daar net buiten, die gaat het dan ook doen. Hey, doen we even een plonsje? Gaan we een plonsje doen? Ja, ik zou even plonsen. Ja, waarom niet? Oh,
Dit kun je niet uitzenden. Je zit lekker in de sauna, maar dit kun je gewoon niet uitzenden. Kijk nou hoe lekker die erbij ligt. Dit is echt heerlijk. Zouden ze dit in het hostel ook hebben? Het moet toch wel, dit lijkt me basis. Moeten we hebben. Om eerlijk te zijn, het interesseert me geen reet wat hierin zit. Hey, even tijd voor serieuze dingen. Ik begin honger te krijgen. Maak je dat ding eens even open? Ik heb besloten de envelop nog niet open te maken, Milo. Want we willen gewoon dit moment niet verpesten eventueel. We gaan het gewoon boven open. Ik heb echt zin om even te plonzen, man. Nou goed, klaar met de porno. Laten we gewoon echt even genieten. Een hostel, hè? Ja. Dat is zeg maar dat je een kamer deelt. En weet je wat je ook deelt? Ja. Badkamer. Ah, ik denk. Maar niet alleen met jouw kamer. Je deelt met iedereen van die verdieping. Niet alleen met je kamer. Nou, misschien zijn er alleen maar lekkere 20-jarige vrouwen met rond borsten. Ik lig gelijk al bij vriendin, want ik hou van haar. Ik haat mijn leven. Ja, dit is kut, hè? Ik haat mijn leven zo intens, zo intens. Er is maar één manier waarop ik dit aan kan. Zal ik eens even kijken wat de reviews hier zijn? Nee, doe even inchecken gewoon. Ik wil gewoon mijn kamertje. Ik heb gezien de reviews. Can I have a shot of absolute vodka? Ja, sure. Ik denk hoe meer we zuipen, hoe minder last we hebben van wat er gebeurt. Cool, dit is zoveel vodka. Ik krijg het niet in één keer weg, vrees ik. Zo, die kreeg er niet lekker in, hoor. Kom, Rol, we gaan naar onze kamer. Voor mij is dit echt een openbaring. Ik heb nog nooit in een hostel geslapen. Hebben ze geen lift? Godverdomme, mijn bek af, man. Welke kamer hebben we? 10. Welk nummer? 10! Godverdomme. Dit wordt echt het allerkutste van je hele leven. Oh, mijn god. Joehoe! Godverdomme. Oh, mijn god. Je ligt hier gewoon lekker op de grond, man. Ik wil niet ondankbaar overkomen. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, maar niet in de douche pissen. Ik heb al gecheckt, er is geen wc. Er is een wc op de gang, een openbaar toilet is er op de gang. Ja, boeien, dit is een privé toilet. Je kan op de gang naar het toilet. Dit is een privé toilet. Je zegt 5 meter lopen, dan ben je bij het toilet. Even doortrekken. Bruh. In Nederland leven meer dan 400.000 kinderen in armoede. Het kan niet erger, want ook al gaan wij een leuk diner of een dure activiteit doen... Kijk nou, je hoeft alleen maar schimmel. Gadverdamme. Toen we hier terugliepen naar de hotelkamer, even die massage geboekt. Morgen 8 uur. Morgenochtend 8 uur. Dat is zo lekker. Maar zij denkt 100% zeker dat wij gay zijn. Dus zij denkt, om het niet te erotisch te maken, zal ik gewoon 2 vrouwelijke masseuses. Ja, ze ook van, is het een problem for you to have 2 female massage therapists? We hebben dus 2 van die heerlijke vrouwen die ons morgen gaan masseren. Echt, dit is echt ons leven. Lig ik met mijn odel daar. Ja, ik wil niet naar McDonald's. We hebben nu diner. Dat kan toch niet, joh. 6% kans is dit, hè? Dat is 5 uit 5, hè? Ja, dat kan niet. Dat is 5 uit 5. Dames en heren, ons diner in het prachtige in Parijs. Kun je alle kanten mee op, hè? Ja. Van de KFC, van de McDonald's. 3, 2, 1. Huh! Ja hoor! Ja. Ai, joh, dit is echt niet normaal, hè? Nee, dit kan echt niet. We hebben hier het diner. Joehoe! Quartier Latin. Laat je vooral omlullen door de eerste beste pingwin die je voor 15 euro een 3-gangen menu aanbiedt. Ik heb er echt geen woorden voor. Het is echt zo kut. Ik zit er nu ook met mijn hoofd voorover gebogen in zo'n schoensel van dat zij dan een matras durven te noemen. En ik weet, hier heeft een of andere Roemeen zo fucking hard lopen ronken. Die heeft als een soort spons heeft hij het helemaal volgezogen. En als ik dan vanavond hier met mijn zachte, poezelige, warme lichaampje op ga liggen, dan trekt dat sap van die Roemeense strijder in mijn huid. En voordat ik het weet, kom ik thuis en zegt mijn vriendin tegen mij, je ruikt naar Georgia Hagi. Kijk even hoe dit bed ook vastgeknoopt is. Het is eigenlijk stuk, maar we gebruiken het nog. Want we denken, dat kunnen we nog gebruiken. Het is echt ongelooflijk. Dit is echt het dieptepunt van mijn leven. En ik heb 3,5 jaar lang antidepressiva geslikt. En dit staat onderaan. De schoonmakers maken er een potje van. Even snel een lapje eroverheen en dan lijkt het wel wat. Maar wie beter kijkt, ziet dat hier al jaren niet meer echt is schoongemaakt. En juist dit verborgen vuil veroorzaakt problemen. Dit kan, heb jij zitten kutten? Nee, dat kan niet. Nee, ik moet jou wel een beetje iets bekennen. Kan jij nog herinneren dat wij vorige keer bij dat water stonden, met z'n drieën met Koen, en dat we ratje gingen draaien? Als je het nu bent. Ja, de namen staan. Als je nu je naam ziet. Ik neem hem op. Oh nee. Ik werd genaaid ook, echt hard genaaid, hè? Ja, je werd echt hard genaaid, ja. Roel, eigenlijk ook genaaid. Ja, die ging met zijn kat spelen. Ging naar huis, die had niet eens een kans om op het rat te komen. Dus ik zat te denken, ik ga die gasten terugpakken. Ik heb
met productie samen heb ik dit voorbereid. En natuurlijk heb ik hier gewoon, kijk, hup, al lang geregeld, hup, achter het ding. Even een extra zakje met extra dingetjes, activiteit. Hey, alles hebben we hier gewoon opstaan. Even het showbackje aan het begin van die dag, dat wij die kaarten uitwisselden. Dat was natuurlijk allemaal goedkoop in. Gewoon al die kaarten waren daar goedkoop. Dus terwijl de stapel die wij pakten, als die stapel die wij pakten. Het is zwaar gedaan. Ik ga nog niet het risico nemen. Hé, hey, maatje man, nee. Hey, Ik heb dat al niet, jongen. We hebben nog niet eens gelezen wat duur trouwens was. Weet je dat ook al? Oh, ja, ja, dat weet ik al trouwens. Niets is romantischer dan met je geliefde dineren in de stad van de liefde. Die tekstjes zijn niet echt sterk. Heb je ze geschreven toen je dronken was of zo? Of een boottochtje over de Seine. Jullie gaan dit combineren. Wees uiterlijk om 6:55 op dit adres. Oh, maar dat is het al. Kut, die is echt te laat. Domme. Oké, snel omkleden. Meteen. Oké, Roel, ik haat twee dingen in het leven. Wat haat je uit? 1. Campings. 2. Van die mensen die naar binnen lokken in een restaurant. Penguins. Wij moeten dus rondlopen tot we naar binnen worden gepopt. Ja, maar het is hartstikke vroeg. Het is 6:30. Dus echt de eerste die buiten en ons naar binnen lokt, gaan wij eten. En ja, is echt... gaan wij naar binnen, want we zijn gelijk jaar. En dan denkt hij van, zo, dit is een mooie dag. Ja, dit is echt hier, een penguin. Penguin heaven. Penguin club. We zijn in Noord-Poppeland. We zijn absoluut in Noord-Poppeland. Ik weet niet waar we moeten eten. Wij zijn maar simpele toeristen. Ik heb zo'n trek. Wat een leuke plek waar ik echt nooit ben gekomen in leven. Omdat dit allemaal echt totaal niet is waar ik naar streven leef. Besef deze kaart. Deze kaart is een profielwerkstuk. Want hoe meer er op een kaart staat, hoe minder lekker het is. Nou, we gaan even wat eten uitkiezen. Dan zien we jullie zo, maar het wordt echt verschrikkelijk. Ik haal mijn leven, ik wil dood. Ik wil zo erg dood. Mensen, ik heb trouwens mijn zwembad haar nog, omdat we moesten haasten. Ik zie eruit als een tokkie, jongen. Oh, begin je? Ze zei net ook buiten de scherm bij die Parijs van, ja, maar het is wel belangrijk dat er eentje van ons nog duur is, want anders lijkt het echt gestaged, man. Ja, natuurlijk, ja, dat is het ook. We hebben ze nog een optie gegeven om te ruilen, hè? Nou, hadden ze duur gehad, maar Roos wilde dat niet. You need a portrait that I can do for you after we will show you the photo if you need souvenir. Yes, please. Ja. Yeah. Mensen, we gaan het heel samen met jullie delen, hoor. We hebben net even een kleine fotoshoot gedaan, een paar samen, een paar solo, en van alles wat. Het smaakt zoveel lekkerder, weten wat er aan de andere kant gebeurt. Dat het warm is oké, maar is lekker. Dat brood is zo taai, daar kom je bijna niet doorheen. Ja? Nou, moet je kijken. Nee, maar... Dat lust jij wel, hè, boer? Waarom nou zo? Sorry, je hebt me geblest. She will be the one I can't forget. Ik heb te veel gezopen om niet mee te zingen. Ik heb rozige oogjes. Now you're in New York. Ik snap het pas, ja. We zijn nog in New York. Ja, we zijn doorgevaren. Hebben jullie weer grappig gezien? Kijk, dit is echt niet normaal. Maar ze zei zelf van, doe met je hand en doe je je haar naar achteren. Dat zei ze wel. Met een brilletje. Zo kan het ook. Zo kan het dus ook. Zo kan het dus ook. Kijk nou hoe het werkt. En dan uiteindelijk als klap op de vuurpijl. Joehoe. Activiteit 2. Ja, wat zal het zijn? Zou dat duur op staan? Even kijken. Natuurlijk. Ja hoor. Oké, we zijn verlost uit de gevangenis. We kunnen nu onze laatste activiteit gaan openen. Ja, we hebben tot nu toe alleen maar goedkoop gehad. Ik heb zoiets van, geef mij maar weer goedkoop. Ik hoef niet... Ben je klaar voor, Roel? Ja. Ik zie het eindigt op een O en een P. Het is echt niet te geloven. Ik snap echt heel goed dat jullie dit kijken en denken, dit is stage. Want het is goedkoop tegen duur. We hebben al die kaarten gepakt. Jullie hebben het gezien. Ja, één voor één. Het is echt niet normaal. Frankrijk staat natuurlijk bekend om rode wijn en kaasplankje. Maar daar hebben jullie verder niks aan. Hier is een brief van 5 om de avond mee door te komen in de hotelkamer. Wat is de kans dat dit gebeurt? Ja, 6 keer 50. 50, 25, 12. De kans is letterlijk 1,7% dat dit gebeurt. Milo en Matt hebben me teruggepakt zodat ik hun naam hier op het bord heb gezet. Al die kaarten die ze hadden waren goedkoop. Milo zei op een gegeven moment, voordat we teams gingen selecteren, zei hij tegen jou van, wissel even op, wissel even op. En toen ging je naast mij staan. Jij stond eerst naast Matt. We zijn genaaid. Jij stond eerst naast Matt. Dat kan niet anders. Jij stond eerst naast Matt en toen zei Milo, wissel even op. We zijn genaaid. En toen gingen we teams spannen, zei ik, wat zijn de teams? Ja, maar het zal toch niet. Het zal niet dat ze morgen eens zeggen, we hebben je genaakt. Tijd om na een drukke dag nog even tot rust te komen in jullie hotel. Hier hebben jullie 5 briefjes van 50 om nog een gezellige avond te maken. Oké! Yeah, het zijn geen briefjes van 50. Dus Oké. Zie je voor de zedeke door de vingers. Die erin heeft gedaan, maar die is ontslagen. We kunnen ook op ons hotel door alle roomservice bestellen. Ja, goed, doen we dat. Gaan we even dat hotel kantelen. Nou, doen we dat toch? Doe eens even alsof dit mijn glas is. Proost met de camera.
Dat is echt heel erg triest. Kijk, even ronde 2 is aangekomen. Ronde 2 en we hebben inmiddels ook eten besteld. Ik denk dat we er bijna zijn. Je hebt net berekend hoeveel we naar deze ronde hebben. Ja, ik heb net een hamburgertje besteld. 38 euro. Ja, we zitten nu inmiddels op boven 170 euro al. Maar dit is dan helemaal nergens. Dit is zo duur. Jezus, Anus, jij bestelt weer een bord friet. Ik heb een klein hoerataatje. Deze ziet er serieus lekker uit. Diegene waar we ooit 5000 euro voor hebben betaald. Ja, dat is ook zo. Het is smaakvol. Broodje stunt. Het is weer een broodje stunt. Cringe. Mensen, we gaan slapen. Ik heb heel veel zin in morgen, want om 8 uur hebben we die massage. Daar gaan we nog even van genieten. We gaan hem ook helemaal niet filmen, want dat slaat natuurlijk nergens om. Je wordt in je eentje gemasseerd. We zullen uitgebreid verslag uitbrengen. We zien jullie morgen. We gaan lekker pitten. Ik hoop dat zij door het stapelbed zijn heen gezakt. Joejoe! We zitten weer in ons hostel. Ik ben Anna. En ik ben gezelligheid staat toe, hoor. Ja. De muziek gedaan. Ik denk misschien waar we last van muziek, maar we zitten op de 8e verdieping. De 180e verdieping. We hebben elke keer een goedkope optie gehad. En ze zeggen echt dat ze niet gerikt hebben. Ja, dat geloof ik wel. Anders zouden ze zeker gezegd hebben. Roel, ik heb in ieder geval met jou genoten. Ja, Koen, ik heb een fantastische dag gehad. Mijn tanden wordt doorgerekend. Ik ga het anders, hè? Slaap maar lekker verder. Ik heb mijn leven zelden zo intens gehaat als dit moment. Ik haat mijn leven intens. Ik wil stapelbed met jou. Mijn leven heel goedkoop. Goof. Het is echt mensonterend dat wij hier meemaken. Yo mensen, we zijn weer wakker. We zijn fruitig voor het ontbijt. En het is nu 7:29 en we hadden om 7:30 ontbijt besteld, laat maar zeggen. Ik denk dat ze op de minuut nauwkeurig hier zijn. Dit stelt me echt zwaar teleur. Wat een kut hotel. Ik zou liever in de hostel liggen, want peace and love. Ik kreeg nog één bericht van Koen. Hij dacht dat het week was. Mensen, inmiddels zijn we al 5 minuten verder en ik heb er weinig verteld, maar je moet zeggen. Oh man, wat is dit dan? Wat een heerlijk ontbijt op bed is dit, hè? Kijk nou toch, avondtoast, omelette borst. Dit is echt wat mijn balzak nu is. Actief is, gooi die koffie over. Oh, gooi die koffie over het bed heen. Godje, wat boeit dat nou? Hoeveel je met de slag? Wij gaan even heerlijk wakker worden. Heerlijk. Wat hebben wij wel weer verdiend, hè? Hey, jongens, is het moment dat jullie ons gaan vertellen dat jullie ons fucking hard genaaid hebben? Genaaid? Ja. Hoe zou dat gekund hebben? 1%! Ik zie die kuthoofd van jullie hebben ons gedaan. Die hier is ook 1%, die heeft toch ook wel eens gepakt? Maar jongens, even serieus, hoe kan dit? Dit is toch ziek? Maar ik had ook geen moment meer het idee van, we gaan iets nieuws krijgen. Ik zie jullie verdrietig, jij hebt ons op het nacht, hè? Lekker mijn twee keer op het randje. Roel, lekker naar huis gaan om die kat te baffen. Lekker niet eens meedoen. Ik wist van niks, hè. Hij heeft het voorbereid. Jij wist van niks, zegt hij. Moeten we nu wel even de kijkers opbiegen dat ik het natuurlijk in de tijd heb. Geld, bakken met geld. Het zou heel leuk zijn als we het niet al lang wisten. Ja, maar je wist het. Je wist het nog niet. Tot bij de accommodatie wist je het nog niet. Maar er zat in allemaal enveloppen goedkoper in de natuurlijk. Het staat echt helemaal nergens op. Als jij die kat belangrijker vindt dan de eigen kans om het water te moeten. Ik vind die kat niet belangrijker dan jou. Kunnen wij de strijd wel begraven? We zijn kiet. We begraven de strijd wel. Ik ga jullie zo griep hard naaien een keer. Dat is echt mijn doel voor 2023. Laten we kijken. En de groeten. Ja, we hebben iets op te biechten, mensen. We hadden echt een helikoptervlucht in Parijs geboekt. En op het moment dat we onderweg waren, werden we gebeld. Ja, het gaat toch niet door vandaag, want ik kreeg ineens echt een goede reden. Toen hebben wij geëist. Wij verdienen. We hebben gewoon gelood. Ja. Wij verdienen ook nog een helikoptervlucht. Dus toen is geregeld dat we een week later speciaal nog terug konden voor het helikoptervluchtje. Dan zouden we dus nog helemaal naar Parijs op en neer gaan, alleen voor een helikoptervlucht. Dat hadden we nou helemaal recht op. Nou, wat denk je? Dag van tevoren, gebeld. Ja, we gaan niet door. Onderhand aan een helikopter, we hebben er maar één. Nou, toen wilden we alsnog een helikoptervlucht. Ja, dus we zouden hier gewoon in een prachtige Lelystad. Nederland is mooi. Dagen weer gaan.